Nou, we hebben moeder Maria gevonden. Er zit een mooi verhaal aan vast. Moeder Maria die schijnt gemaakt te zijn door een Italiaanse artiest die hier in die manor verbleef gedurende ergens begin 1900. En toen is dat beeld in twee kopies gemaakt, kopieën moet ik zeggen. Eentje is naar Italië verhuisd en eentje is hier gebleven. Maar enige tijd later vonden de Russen dat toch niet zo'n goed idee dat mensen hier naartoe kwamen om moeder Maria te aanbidden. Dus dat deden ze. Ze pakten een trekker en ze smeten moeder Maria hier in de vijver. En daar heeft ze tot 1989 gelegen. Nou ja, toen is ze er weer uitgehaald en heeft men haar gerestaureerd. En is ze hier weer neergezet. Dat is toch een mooi verhaal. Dus moeder Maria die heeft tientallen jaren onder water gelegen. Nou ja, schijnt het toch goed gekomen te zijn. Nee, de andere moeder Maria, dat is deze. Die leeft. We hebben een probleem. Joh. Hebben wij een probleem? Ik ben helemaal lek gestoken. Ja, we moeten even naar die auto terug. Want echt waar, je wordt helemaal gek hier. Het is ongelooflijk. Het zijn geen gewone muggen hier, hè. Het zijn killer muggen zijn het. Killer mosquito's. Nou, we gaan even een spuitbus regelen. Anders dan komen we helemaal leeg gezogen, komen we terug. Dat moeten we niet hebben.